vandaag in het Concertgebouw in Amsterdam bij TEDx Amsterdam Education. En dat vind ik mooi dat we een thema kiezen wat echt alleen maar over onderwijs gaat. Ik heb het vandaag genoemd op Twitter donderdag inspiratiedag. Dus ik kom vooral inspiratie halen, geïnspireerd worden. En ja, ik hoop dat ik dat door kan geven aan mijn studenten en aan mijn collega's op de lerarenopleiding. Ik hoop dat ik met veel inspiratie terugkom en nieuwe inzichten krijg. Want ik denk dat ik al heel veel weet over innovatief onderwijs. Maar ik denk dat er nog veel meer mensen zijn die daar nog weer veel meer aan kunnen bijdragen. Ik hoop dat we echt over de toekomst van educatie en opleiding op allerlei verschillende manieren gaan bespreken en hopelijk nieuwe doorbraak oplossingen daarvoor vinden. Ja, ik zit zelf in de softwarehoek, in onderwijstechnologie. En ik merk dat het gewoon heel erg interessant is om te kijken wat ook mensen buiten de technologie voor visie hebben op het onderwijs. Ja, ik denk dat bij uitstek dit een plek is om punt 1 geïnspireerd te worden, maar punt 2 ook volgende stappen te zetten. En eigenlijk zonder die volgende stappen is heel TEDx niet van waarde. Dus het gaat juist om de stappen daarna aan te zeggen van hey, wat vond je daarvan en hoe kunnen we elkaar versterken, hoe kunnen we elkaar helpen. Dus ik denk dat dat zeker een belangrijk onderdeel is van een conferentie als deze. Test. Oké, jongens, we gaan zo live. En zie komen we aan in 5, 4, 3, 2, 1.